20 jaar geleden zou een verkeersbord zoals dit, vlakbij de Brandenburger Tor, een Fata Morgana zijn geweest. Gaat u maar na. Kreuzberg, Charlottenburg en Tegel lagen in West-Berlijn, Unter den Linden in Oost-Berlijn en de Potsdamer Platz was een troostloze vlakte in de veiligheidszone. En de Bundesraad zetelde in Bonn. Tegenover de Brandenburger Tor staan allemaal kruisen opgesteld als herdenking aan de slachtoffers van de muur. En dan zijn we nu aangeland bij het symbool van de Duitse eenwording, de Brandenburger Tor. Tussen 1961 en 1989 lag deze poort precies in Oost-Berlijn. De grens liep er in een boog langsheen. Alleen de grenswachten konden onder de poort doorlopen. Ieder ander werd doodgeschoten. Nu is de Brandenburger Tor het symbolische middelpunt van het nieuwe Berlijn. Niets doet hier meer herinneren aan de tijd van de muur. De Potsdamer Platz was in de oorlog bijna volledig verwoest. Toen de muur gebouwd werd, lag hier een grote kale vlakte met een enkele weg erdoorheen. De hele vlakte werd één enorm brede veiligheidszone. Als je nu vanuit het ondergrondse S-baanstation Potsdamer Platz boven de grond komt, zie je direct het eerste aandenken aan de muur. Stukken muur met daartussen het verhaal van de muur verwoord. Deze muurstukken staan precies op de voormalige zonegrens, die als een lijn in de bestrating is weergegeven. Heel veel voetstappen kruisen nu, anno 2009, dagelijks deze lijn. Bij namaakfoto's kan je nu originele DDR-stempels in je paspoort laten zetten. Gezien zijn gezichtsuitdrukking lijkt deze grenswacht wel heel erg goed in zijn rol op te gaan. Voorbij de Potsdamer Platz, in nieuwbouwgebied met kantoren, treffen we plotseling weer een wachttoren. De deur is geforceerd, zodat we met enige moeite naar binnen kunnen kijken. Twee van dit soort trapjes leiden tegenover elkaar naar boven. Nu begrijp ik waarom ik op foto's nooit dikke grenswachten heb gezien. Die zouden hier volkomen klem komen te zitten. Verder lopend in de richting van Checkpoint Charlie komen we bij een muurgedeelte dat weliswaar bewaard is gebleven, maar nu in zeer slechte staat verkeert door het werk van de muurspechten. Om nog erger te voorkomen is er maar een hekwerk voorgezet. Dit is het einde van deel 5.